Hallo dames en heren, ik ben hier voor het laatste stukje. Ik wil ook nog even laten zien. Ik ga daar zo. Daar ga ik weer een stukje freerunning doen. Ik ga tot op die hele hoge dingen daar zo. Ik ga helemaal klimmen. Met speciale patas aan. Met anti-slip laag. Dus kom, kijk hoe we gaan doen nu. Dit naar die plek voor die kikkervisjes. Even kijken hoe we deze passie gaan doen. Ai, nog niet zo lang geleden was het hier onder water. Kijk hier al die kikkervisjes. Even een hoge. Zo. Ah, dus met mijn nieuwe anti-slip laag is het eigenlijk heel makkelijk om op het hoogste punt te komen. Het is een kreekje, het is een riviertje. Daar zit de familie, even te baden in het soelas. Dus we gaan tot daar, zo helemaal tot daar achter gaan komen. Oké, even naar beneden. We gaan daarheen en we gaan daarheen. Wacht even, we gaan eerst die kant op. Zie ik. Dit is een entree. Ik ga hier even een jumpo wagen. Maar je ziet, deze steen is groot, dus we gaan even via via. Hier gaan we weer een jumpo wagen. Precies daar ga ik landen. Hierheen. Zo. Ik ga eerst even deze kant op. Ik zie daar twee vogels die net wegvlogen. Even kijken waar we heen gaan. Dus. Hé. Ik zie daar zoiets. Even. Wacht, kijk hier. Hier ga je iets zien. Wacht, ik probeer het even in beeld te krijgen hoor. Oh, kijk wat je hier hebt gevonden. We gaan even verder. Wel vervelend hè. Lekker rustgevend hier. En nu gaan we helemaal daar naar die kant toe. Gaan we even kijken hoe snel ik ben. Ik ga even proberen een nieuw snelheidsrecord te zetten. Hey.
Zo. Waar gaan we heen? Wat gaan we de volgende doen? Je bent twee keer gepakt, zeker. Belangrijk, ik zie hier een verre. Die is denk ik ongeveer 2 meter. We gaan even springen. Zet die op de camera hoor. Zo. Hoi, zijn we weer hier. Hoi, hier gaan we opspringen. Maar dit is free running toch? Dat goed, die free running. Vanaf hier kunnen we nergens heen, dat is te diep. Ik zou kunnen springen, maar ik heb dunne dingetjes aan dus. Hoe zijn we hier gekomen? Even. De side view toch. Kijk, hier gaan we nu heen. Weer een vogelvlucht. En daar waren we zojuist. Zijn we daar gelopen? Zo. En nu ga ik weer even afsluiten.